In de serie over hoogbegaafdheid realiseren zijn we bezig met een tweede collegeavond die gaat over de pedagogische omgeving. En daarvan is nu aan de orde welk soort zorgen en stress kunnen we bij hoogbegaafde kinderen vooral vinden. Dit zijn hun reacties. Ik vind het niet leuk als ze me pesten omdat ik slim ben. En als ze me een keer pesten, als ik geen hoog cijfer haal. Dus je doet eigenlijk nooit goed. Ze pesten me ook als ik beter ben dan zij. Ze me hoogbegaafd gaan zitten noemen. En dan voel ik me heel erg anders. Dat pestgedrag is niet voor de leerkracht zichtbaar. Dat gebeurt op momenten dat die dat niet ziet. Niet te horen, dat hij dat niet kan horen. En het gebeurt in het geniep. Ik heb moeite met het feit dat mijn vrienden me vaak niet begrijpen. En daar kan je nog voor je de schuld van krijgen ook. Je gebruikt zo'n boekentaal, krijgen kinderen wel eens te horen, die veel lezen en dan andere woordgebruik hebben, moeilijke woorden. En ja, ik heb moeite met het uiten van mijn gevoelens. Als een kind heel snel denkt, dan kan het zijn, en het heeft geen voorbeelden thuis waarin die emoties taal krijgen, kan het zijn dat dat ontstaat, het moeite met het uiten van gevoelens. Het negeren van de druk van leeftijdsgenoten, daar moeite mee hebben. En dan liefst zo dat je niet wil dat je hen negeert. Je wil niet meedoen met die meisjes van de klas, met die jongens van de klas, maar je wil er toch wel bij blijven. En omdat de kinderen van je eigen leeftijd geen enkele interesse met je delen, en ook heel anders kijken naar wat er in de groep gebeurt, de populariteit, dat zegt je helemaal niks. En ja, waar je wel goed in bent, waar je vindt dat de populariteit over zou moeten gaan, dat snapt niemand. Dus voortdurend met baby's bezig zijn, als je 4 jaar bent, dan vind je de kinderen van je klas al kinderachtig. En als dat de hele tijd in de basisschool zo blijft bestaan met je klasgenoten, dan hebben we daar door het schoolsysteem een probleem teweeg gebracht. Een grote druk op de kinderen uitoefent. Dat levert natuurlijk ook allerlei lichamelijke kwalen op. En allerlei leermoeilijkheden. En natuurlijk relatieproblemen. Dat leidt tot niet goed kunnen slapen, tot allerlei stemmingstoornissen. Die de psychiater dan weer, als hij er niets van hoogbegaafdheid af weet, apart kan gaan behandelen. En het kan leiden tot storend gedrag en tot zelfmoordgedachten. Erg in het nieuws om daarover na te denken. Tot zover.